En dan nu? Hallo kijkers, musea kun je nooit genoeg hebben in een stad. Er komen mensen op af en die genereren weer wat omzet in de horeca en zo. En dat brengt ook nog wat levendigheid met zich mee. Een van de minder bekende musea in deze stad is het NEC Museum. Het NEC Museum is een klein maar reuze gezellig museum op de hoek van de Wurtseweg Kanaalstraat in het Waterkwartier. Het NEC Museum heeft de grootste NEC collectie van Noordwest-Europa. Variërend van de traditionele shirts met variabele rugnummers tot supportershirts met pakkende teksten en badhanddoeken voor na de wedstrijd. Babykleertjes met NEC-logo en broodtrommeltjes en drankbekers voor de schoolgaande jeugd in diverse NEC-variaties. Mokken en glazen met allerlei rood, zwart en groene opdruk. Ook geborduurde objecten mogen natuurlijk niet ontbreken in de collectie van elk zichzelf respecterende verzamelaar. Er zijn sjaals voor in de winter, paraplu's voor als het regent en petjes als de zon schijnt, in alle maten en soorten. Er is hele zeldzame styling gel te zien, shampoo en aftershave is er ook te bezichtigen. Topstuk uit de collectie is een exclusief NEC dekbedovertrek. Kom gerust eens kijken, er zijn nog veel meer leuke dingen te ontdekken in dit laagdrempelige museum. Het NEC Museum is gratis toegankelijk, geopend van maandag tot en met vrijdag van 9 tot 6 en op zaterdag van 9 tot 5. Er is ook een mogelijkheid om wat te eten en te drinken. Vraag er gerust naar. Bedankt voor het kijken en tot de volgende week. En het leukste is, de hele collectie is te koop.